We pakken nog eventjes voor je een mooie samenvatting voor Jason Jazz Talk. En die begon natuurlijk op donderdagmiddag Hemelvaartsdag. Daarmee gaat het festival officieel worden geopend. Jullie hebben elkaar hier ontmoet op het jazzfestival. Inderdaad. 35 jaar geleden. Ja. Hoe ging dat? Ja, nou ja, liefde op het eerste gezicht. Je kijkt elkaar eens aan en denk je, nou, ja, wie weet wat er komt, hè? Hij zit helemaal kwijt, of niet? Nee, helemaal niet. Ik speel maar 2 akkoorden, dat is eigenlijk alles wat ik doe. Oh, dus eigenlijk... Zij doen het zware werk en ik doe helemaal niks. Eigenlijk doet u niet zoveel aan de groep. Ik sta alleen maar een beetje bij, man. U bent meer voor het plaatje, bent u dus. Ik ben de baas, ik zeg wat ze moeten doen. En voor de rest doe ik helemaal niks. Betekent in het Portugees bidden, gebed of opgewonden raken? Wat past het meest bij jou? Opgewonden raken. Opgewonden raken. Opgewonden raken. Opgewonden raken. Yeah. Ja, welkom dames en heren. Het is weer tijd voor de enige echte Jazz Talk Quiz. Wie maakte in het New Orleans in de jaren... Ik heb een vlag voor mijn hoofd. Wie maakte in het New Orleans in de jaren 20 van de vorige eeuw de eerste belangrijke jazzopname? Louis Armstrong. Is dat die fietser, dacht ik? Nee, dat is toch die andere? We lopen echt zomaar op de Bonnefoy door Breda, maar deze muzikant hebben we allemaal een keer eerder zien optreden. Het valt me op heel subtiel en in deze tuin komt het geweldig goed over, vind ik ook. Ja. Hoe doe je de salsa? Zal ik laten zien? Ja, wil je me laten zien? Ja. Als u een jazz-instrument zou zijn, welke zou dat dan zijn? Een Hammond-orgeltje. En wat is dat? Dat is een zo'n orgel die je vaak hebt bij jazz. Een saxofoon, absoluut een saxofoon. Omdat ik dat het mooiste instrument vind wat ik ooit heb gehoord in mijn leven. Sketten is het gebruik maken van een melodie zonder te zingen. En dat gaat als volgt. Shit up the deep tip top. Wada padi di di si da ta doi. Reya bada ta ya. Wada dip doop 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 doop. Doobidi da badi doobidi doo. Skidoobidi ba bam. Doo 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 doo. A ba 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 loo ba a ba bam boom. Brrrr pa pa. Wauw. Niet slecht. Oh, niet slecht. Dat is toch het understatement van de dag, dames en heren. Daarmee zit aan deze Jazz Talk erop. Dankjewel aan Goedzooi dat wij jullie tussentijd mochten gaan gebruiken. Voormalig Breda's museum waar zij in zitten. Dat dit onze tv-studio mocht zijn voor Breda Nu en voor Omroep Brabant. De samenwerking die ervoor zorgde dat er dus deze Breda Jazz Dagen iedere avond nog lekker een uurtje na te genieten was. Misschien was je zelf al de stad in geweest. En gaf je voetjes een beetje rust met een verkoelend drankje in je hand. En dat je dacht, ik ga even terugkijken. Of misschien dat je denkt, poldorie, ik ben er niet geweest. En ik wil zeker volgend jaar die gouden editie meepakken. Want dan is het dus jubileum, dan is het 50 jaar Breda Jazz. Maar aan alle mooie dingen komt een eind tussen. Deze zit er ook bijna op, maar we hebben nog één live liedje te gaan. Dankjewel voor het kijken. Hele fijne avond. Trusten en als je moet werken, inderdaad morgen ook weer. Fris vroeg op en tot later. Breda Nu.